leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik moet vandaag naar school toe. Het is nu 8:30 en ik ben eigenlijk op Rona aan het wachten. Want Rona en ik rijden altijd samen. Alleen ik heb al heel de ochtend niks van haar gehoord. Dus ik denk dat ze nog aan het slapen is of zich verslapen heeft. Dus als ik over 10 minuten nog niks van haar heb gehoord, dan ga ik gewoon zelf rijden. Want anders kom ik ook te laat. Ik zie er echt niet uit vandaag. Ik heb een snelle knot op mijn hoofd gedaan, want ik heb gisteravond mijn haar gewassen. Maar vanavond moet ik werken in het zwembad. Dus ik ga dan niet heel mooi mijn haar stylen en doen en zo. Als het vanavond toch weer nat wordt door het chloorwater. Dus ik heb gewoon even een knot ingedaan. Mijn trui is van Color for Rebel. Mijn jas is van de Zara. En ik heb gewoon mijn flarebroek aan van Vera Moda met mijn Dr. Martens eronder. Ik dacht lekker simpel, want we hebben straks ook bij boordtraining. Moeten we ook een shorter broek aan en zo. Dus ik dacht, ik doe lekker mijn flarebroek aan, want die voelt echt als een joggingbroek. Ik ga kijken of Ro heeft gehad. Nee, nog steeds niet. Ik denk echt dat het kind zich verslapen heeft. Of iets in die richting, want Ro reageert altijd in de ochtend. Maar goed, ik heb vandaag van 9 tot 12 school. En dan daarna moet ik van 4:30 tot 7:30 werken. En dan slaap ik waarschijnlijk bij Milan daarna. Dus niet een heel bijzonder dagje. Gelukkig is Tessa volgende week weer terug met werk. Want ik werk altijd met Tessa. Alleen Tessa was op vakantie naar Aruba. Ik was een vriendinnetje daar op zoek, want die loopt haar stage. En daardoor moest ik 3 weken lang met iemand anders werken. En die persoon is heel lief. Alleen zo enorm chaotisch dat ik dat echt niet kan handelen. Maar gelukkig is Tessa volgende week weer terug. Dus dat is heel chill. Maar mijn gezicht ziet er niet uit. Lijkt net een opgezonde eend. Oh. Ik ben weer thuis van school. Ik zie er echt een beetje verkrikt uit. Want we hebben net een gezichtsspanning op elkaar geoefend. Dus mijn make-up is er voor de helft af. Maar is lekker nat en vettig geworden. Maar ik moet straks toch werken. Dus het maakt op zich niet zo heel veel uit. Maar ik heb 2 pakketjes van H&M binnen. Dus die moet ik ook eventjes aan jullie laten zien. Als je me vorige week nog trouwens niet gekeken hebt. Ik ben met mijn broertje van kamer gewisseld. En ik ben dit nog helemaal aan het verven en aan het schuiven en aan het doen. Dus vandaar. Pardon, dat het nog echt één grote bende is. Want dit is mijn broertjes oude kast. En die staat voor een raam. Dus vandaar dat ik gewoon heel erg weinig licht heb nu in deze kamer eventjes. Die muur moet nog een klein beetje geverfd worden. Dan kan alles een beetje weer terug verplaatst worden en zo. En die muur ga ik nog niet laten zien. Want daar zit een kleurtje op. En ik heb er een aparte video over gemaakt. Of althans, daar ben ik mee bezig. Die is nog niet af. En het lijkt me leuk als jullie pas weten welke kleur het is als je die video kijkt. Dus. Maar oké, pakketje van de H&M. Ik had dus bij SME Geel een broek gezien. En hij was een tijdje uitverkocht in mijn maat. Volgens mij bijna in alle maat. En toen deze keer was hij weer online. Dus ik dacht, ik bestel hem snel. En het is zo'n geruite pantalon. En ik heb hem in een maatje 36. Dit is hem. En ik vond hem er echt super leuk uitzien. Hij ziet er wel een beetje groot uit misschien voor mij. Maar ik denk dat hij op zich wel moet passen. Het is gewoon een ruitjesbroek met bruin. En het is zo'n pantalon. En zo'n soort pantalon heb ik ook wel in het zwart voor school. Maar deze leek me wel heel erg leuk met gewoon een zwarte trui of zo. Dus die. En die was 20 euro. En dan heb ik nog iets voor mijn nieuwe kamer besteld. En dat zit altijd in zo'n idioot grote doos bij de H&M. Terwijl het maar een heel klein dingetje is. Ah, het is namelijk een spiegel. Maar ik heb dus een spiegel besteld. In het goud. Want die leek me wel heel erg leuk voor bij de nieuwe kleur van mijn kamer. Ik kijk eventjes hoe ziek die is. In de sale was deze nu maar 10 euro. Ik vind hem echt super gaaf. Je hebt hem ook nog een slagje groter. Dan is hij 25 euro. Maar deze vind ik op zich best wel prima qua grootte voor op mijn muur. Kijk nou hoe gaaf die is. H&M heeft echt heel veel leuke home dingetjes. Vind ik altijd. Maar goed. Ik ga dit eventjes opruimen. Anders wordt het een nog grotere bende in mijn kamer. Ik ga mijn camera aan de oplader doen. Ik ga mijn weekvlog bewerken. En ik ga die muur eventjes verven. De belichting hier is echt super lelijk. Ik moet er echt wat aan gaan doen. Als het goed is, is het vanmiddag soort van opgelost. Want dan kan deze kast weer daar naartoe. Uiteindelijk gaat die kast weg hoor. Maar dan moet er eerst een andere kast voor in de plaats komen. Want anders moet ik al mijn kleding uit die kast op de grond gooien of zo. Kijk nou wat we gekregen hebben. Kijk er niet. Hij staat niet eens scherp. Nou, dan ga ik weer mooi op de vloggen. Oh, hij is leeg. Shit. Kijk, oh, zo leuk. Ik heb nog nooit in de vlog gedaan. Oh. Waar moet je dan in kijken? Ja. Hier. Hi. We zijn net lekker naar het ziekenhuis gegaan. We hebben chocola gekregen. Omdat we handjes hebben gemasseerd. En nu mogen we lekker tot 5 uur naar school. Ik ben nou weer terug van school. Ik zit eventjes op de grond omdat ik jullie een pakketje van Chiquelle wil laten zien. Ik heb vandaag best wel een lange dag op school gehad. Eerst van 9 tot 12 moest ik massage geven in het Hara ziekenhuis. Want ze zochten van onze school 2 mensen. Want onze mentor, haar man, die werkt daar. En vandaag was een soort van verwende werknemersdag of zoiets. Dus 2 mensen moesten massage geven. Dus Rowan en ik hadden gezegd, ja, dat willen wij wel doen. Lijkt ons wel leuk. En toen daarna moest ik van 2 tot 3:30 weer terug, of van 2 tot 4:30 weer terug naar de spa voor acne.
theorie en praktijk. Dus daar ben ik nu lekker van thuis. Het is nu alweer ondertussen 6 uur. Gaan ze lekker avond eten. Maar er was gisteren een pakketje van Chiquelle binnengekomen. En ik dacht, dat ga ik eventjes aan jullie laten zien. Als allereerst heb ik er een trui uitgekozen. En dit is een grijs in een one size. Het is gewoon echt een hele simpele sweater. Maar ik vind de trui van Chiquelle echt super, super chill. En het stofje voelt altijd ook echt super lekker aan. Dus die heb ik uitgekozen in een grijze kleur. Ook heb ik voor jullie weer een kortingscode. En die zal ik weer gewoon in de beschrijving zetten. Diezelfde trui heb ik ook in een beetje een mintgroene kleur. Ik vind het echt een bloedmooie kleur. Op de camera lijkt hij een beetje grijs. Maar dat is hij niet. Maar het is echt zo'n mooi, ja, oud zeegroen kleurtje of zo. Ja, zo zie je het goed. Echt een hele mooie kleur. En dit is weer gewoon precies dezelfde trui als in het grijs. Ook in een one size. Deze trui heb ik vorig jaar ook gehad in het wit, in het beige, in het donkerbruin. Die hangen trouwens bij mijn moeder thuis. Maar nu heb ik dus weer een nieuwe grijze en een nieuwe, ja, een beetje groenachtige kleur. Dan een topje waar ik echt super blij mee ben. Want in mijn vorige weekvlog heb je kunnen zien dat ik een topje had besteld bij de H&M. In het een beetje anthracietgrijs. En die heb ik ook al in het groen. Maar zo'n soort topje hebben ze dus ook bij Chiquelle. In een super mooi lichtroze kleurtje. Dus die heb ik uitgekozen. Het is dus een, gewoon een soort truitje. Met aan het uiteinde van de mouwen. Van die roestertjes met elastiek. En ook aan de onderkant van het t-shirtje. En ik vind deze echt super mooi. En deze heb ik in een maatje XS. En ze hadden hem volgens mij ook nog in het beige. Maar ik vond deze roze kleur wel echt super, super mooi. Kijk nou. Het is ook bijna precies hetzelfde stofje als die van de zomereditie. Die van de wintereditie van de Zara is wel ietsjes dikker qua stof. En deze is meer een beetje de stof van de zomereditie van de Zara. Maar echt, love het kleurtje. En als laatste van Chiquelle nog een trui. Ook in een XS, een witte. En ik heb deze eigenlijk een beetje uitgekozen voor het sporten. Dit is hem. Het is gewoon een simpele witte trui. Maar aan de onderkant heeft hij zo'n elastiek waardoor je hem dus strak kan trekken. En ik dacht, het is wel heel erg leuk voor het sporten. Waarschijnlijk als ik eenmaal aan het sporten ben, is dit echt veel te warm. Dus trek ik hem uit. Maar ik dacht, het is wel lekker om dit aan te trekken als ik naar het sporten toe ga. Ik heb hem in een maatje XS. En deze hadden ze ook nog in het huidskleur. Maar ik vond de witte wel gewoon heel erg leuk. Dat je echt heet. Ik zie er echt super verwilderd uit. En mijn haar zit ook echt niet. Maar het komt omdat ik net van de scooter afkom uit de regen buiten. Ik kom net thuis uit school. Ik had van 9 tot 4 school. Ik moet zo meteen van 6 tot 7:30 werken. En daarna wil ik eigenlijk eventjes gaan sporten. Dat wilde ik eigenlijk sowieso vanavond doen. Maar ik was eventjes vergeten dat ik sowieso invallen met werk. Dus ik denk dat ik dan na werk eventjes ga sporten. Want dat is toch in dezelfde, in hetzelfde bedrijfspandje. Maar eerst moet ik nog eventjes wat pakketjes terugsturen, retour sturen. Dus dat ga ik eventjes doen, even inpakken. Dan moet ik nog eventjes naar de Albert Heijn om denk ik salade en yoghurt te halen. En dan moet ik straks alweer werken over 2 uurtjes. Dit is wat ik vandaag aan had. Deze jas van de Zara. Die is van de winter 2018 volgens mij. Dus ik denk niet dat ze die nog hebben. Dan mijn nieuwe trui van Colorful Rebel. Die je in vorige week vlog had kunnen zien. Deze mom jeans van de Zara. Ik heb eventjes een salade gehaald. Italiaanse kip om te eten. Normaal heb ik altijd met mozzarella en tomaat. Maar die hadden ze niet meer. Dus ik heb maar een keertje deze genomen om uit te proberen. Even een blikje Cola Zero gepakt. En bij de première heb ik ook een pakketje opgehaald. Dus die ga ik eventjes aan jullie laten zien. Even mijn haar in de knop doen. En ik heb dus echt een soort van klein probleempje gehad. Ik had dus vannacht bij Mino geslapen. En mijn slaaptas daar laten staan. Met het idee van, we slapen vanavond toch wel weer samen. Dus ik kan hij mijn steltang meenemen. Oh, dit ziet er ook echt niet uit. Maar oké, okay, maar hij gaat dus vanavond uit eten met zijn werk. En het wordt waarschijnlijk heel laat. Want ze hebben pas om 9 uur gereserveerd. Dus we slapen vanavond niet samen. Maar daar ligt mijn steltang. En ik moet straks werken. Dus dan is heel mijn haar verpest. Maar ja. Jammer dan. Ik kreeg ook heel erg veel de vraag in mijn vorige weekvlog. Van wanneer komt je room makeover video online. Maar dat weet ik zelf ook nog niet precies. Want er zijn nog heel veel dingen die in mijn kamer moeten veranderen. We hebben tot nu toe alleen maar de meubels verplaatst en de muren geverfd. Maar ik krijg ook nog een nieuwe kledingkast. Ik krijg een ander tafeltje. Deze kast moet eruit, mijn make-up tafel moet eruit. Dus ik weet nog niet precies wanneer die video online gaat komen. Ik denk pas rond november zoiets. Want ik weet niet of het in oktober al helemaal klaar gaat zijn. Ik hoop het natuurlijk wel. Maar ga er maar gewoon vanuit november. Dan kan het altijd meevallen als die er online staat. Ik ben ook echt zo bleek als maar zijn kan. Oké, pakketje. Ik had een tas besteld bij een boutiqueje. Want ik weet het. Ik zag hem en hij leek me gewoon heel erg leuk ook voor foto's en zo. Het is echt erg. Ik denk gewoon in manier van foto's dat ik iets zie en dat ik denk, oh, dat is leuk voor een foto. Maar volgens mij hebben zoveel mensen dat. Maar ja. Je ziet de kleur er misschien al een beetje doorheen. Maar het is dus een groene tas. En ik vind hem echt heel erg leuk. Er zit ook een soort wannabe dustbag omheen. Kijk nou hoe schattig. De kleur komt niet heel goed over. Hij is echt veel meer groen. Misschien zie je hem zo iets beter. Ik vind hem echt heel schattig. Het is dus
een klein handtasje van krokodillenleer. Nou, net krokodillenleer natuurlijk. Maar er zit dus ook een hengsel bij. Waardoor je hem dus ook crossbody kan dragen. En ik vond dit gewoon echt super schattig. Voor op een fotootje of zo. Ik weet niet. Ik vond het wel iets hebben. Het goud voelt wel een beetje goedkoop aan. Maar hij was... Volgens mij... Hij is volgens mij €35 was die. Maar met de kortingscode kreeg je 10% korting. Dus er ging ook nog wat van af. Maar kijk maar even hoe schattig. Ik denk dat mijn telefoon er zelfs ook nog wel in past. Oh god, er past echt best wel veel in. Ik heb de iPhone 8 Plus. En kijk, hoe ga ik dit nou weer laten zien? Is die zo, hè? Kijk. Past echt reet te veel in. Dus die heb ik besteld. Ik ga me nu even omkleden. En avondeten. En dan zo lekker werken. En daarna sporten. Oh, ben ik toch weer goed bezig, hè? Als sportoutfitje heb ik eventjes deze nieuwe trui aangedaan van Chicale die ik gisteren binnengekregen. En mijn nieuwe sportlegging van Nike die echt super chill zit. En als je denkt, wat zijn dit voor een lelijke lijnen die je ziet zitten? Dat is mijn sportbadpak. Of nou ja, niet mijn sportbadpak, gewoon mijn werkbadpak. Zo, goeiemorgen. Het is donderdag vandaag. En ik ga het eventjes neerzetten, want ik moet eventjes een kroef in mijn haar maken. Want over 5 minuutjes, ongeveer 10 minuutjes, is Rowan hier. En we moeten vandaag lekker stage lopen in de spa. Ik moet van 9... Tot, of nou, van 9:30 tot 2:30 moet ik. En dan daarna ga ik met Roo even naar de stad. Ik lijk echt op een kale knikker, op een kale vent. Maar zoals ik gisteren al vertelde, ligt mijn steltong bij Miu. Dus ik heb net mijn haar gesteld met deze krultang. Nou, je kan wel snappen dat dat een grote uitdaging was. Maar het is me een beetje soort van gelukt. Maar ik ben blij dat ik vandaag mijn steltong weer heb. Ja, na school ga ik eventjes met Roo naar de stad, omdat... Rodi gaat zaterdag naar een festival, dus daar wil ze nog een outfit voor hebben. En ik geef volgende week mijn Halloween feestje. Dus daar wil ik ook even bij de solo wat leuke dingetjes voor halen. En misschien zie ik wel wat leuke shit in de stad. Ik ben alweer thuis van school en van de stad. Nadat ik stage had tot 2:30 ben ik met Ro naar de stad geweest. Want Ro gaat zaterdag naar een festival, dus daar had ze een outfit voor nodig. En ik geef volgende week vrijdag een Halloween feestje. Dus daar heb ik even wat dingetjes voor gehaald bij de solo. Echt iets super leuks ook. Even kijken of ik dat als eerst kan vinden. Nou, ik pak er wel gewoon wat uit. Ik heb versiering gekocht en wat verkledingetjes. Als eerst heb ik zo'n piepschuime ripding gekocht. Ik dacht, dat is wel leuk voor op de tafel te zetten waar ook het eten staat en zo. Even kijken of ik het bonnetje kan vinden. Deze was €2,50. Dan heb ik nog van die raamstickers gekocht. En op deze staat Get Out, Help Me, Dangerous and Haunted. Maar ik dacht, deze kan ik ook gewoon op de muur plakken. Dat is ook wel heel erg leuk. Of op de spiegel of zo. En dan heb ik er nog eentje met handen en bloedspetters. Maar misschien dat ik er van de week hier nog wel eventjes wat van bij ga halen van die handjes. Zodat ik die op de muur kan plakken. Dat leek me wel heel erg leuk. En die... Waar heb ik nou dat bonnetje weer gelaten dan? Die muurstickers waren €1,50 per stuk. Dus dat vind ik ook echt niet duur. Dan iets voor mijn outfitje. Maar ik weet nog niet of ik dit ga houden. Is deze... Tulle zwarte rok. Of tulle, hoe noem je dit? Volgens mij wel. Gewoon zo'n tulle rok. Deze was €12,50 uit mijn hoofd. Maar ik en Miu die gaan dus samen als horrorbruid en bruidegom, zeg maar. Maar een bruid is natuurlijk wit. Maar ik vind helemaal geen witte dingen. Ik vind alleen zwarte dingen. Dus heel misschien dat ik als zwart bruidje ga. Maar ik ben nu eventjes online ook aan het zoeken. Maar ik dacht, weet je, dan heb ik hem alvast in ieder geval. Dan kan ik hem altijd nog terugbrengen als dat... nodig is. Maar in ieder geval die. Maar zal deze dus niet in het wit. Ik zal hem alleen in het zwart, in het rood en in het groen. Dus ik dacht, nou, ik neem hem maar gewoon mee. Die, en die was €12,50. Dan heb ik een bloederig tafelkleed. Die is dus doorzichtig en er zitten er allemaal van die bloedspetters op. En wij hebben een witte tafel, dus dat leek me wel heel erg leuk. En die was... Deze was €1,50. Dan heb ik nog van dat afzetlint. Leek me wel heel erg leuk om op de muren te hangen. Of bij de trap, zodat niemand naar boven gaat. Ik denk niet dat iemand naar boven gaat. Maar gewoon een beetje voor de grap om dat op te hangen. En dit was volgens mij ook €1,50. Ja, die was ook €1,50. Dan heb ik nog 3 van deze spinnenwebjes gekocht. Met ook echt spinnetjes erin. Dat vond ik wel leuk. Die waren €1 per stuk. Die en je hebt ook nog een andere kleur, maar ik vond dit wel gewoon het leukste. Dan ook om te verkleden heb ik van dat, ja hoe noem je dit ook weer, van dat gaas met bloed erop.
En deze pas. 2 euro. Maar het leek me wel heel erg leuk om bijvoorbeeld om je arm zo te doen. Of om je nek heen te wikkelen. Omdat we natuurlijk als horrorbruid en zo gaan. Dus dat we elkaar lekker vermoord hebben. Maar die en hier zit 5,4 meter op, zie ik nu. Dus dat. En bij de Solo heb je echt een hele afdeling. Zeg maar. In Den Haag bij de Solo is het beneden gewoon normaal. Maar zodra je de trap oploopt, is alles Halloween en verkleed. En het is echt bizar. Het is echt heel erg veel. Dan heb ik nog een spinnenwebspray. Want dat leek me wel ook heel erg handig. Ik heb natuurlijk dat neppe spinnenweb al. Maar ik dacht, dit is ook gewoon heel erg handig om op de muren te spuiten of zo. Het is 3D. En dit was 2,95. Dan nog nepbloed. Want bij een horrorbruidstijl hoor je natuurlijk ook allemaal bloed op je bakken te hebben. Dus die. En die was 1,25. En dan is waar ik echt het allerblijst mee ben. Ik had dit in het Halloween vlogje van Demi gezien. Dat zij deze had. En bij de Solo waren ze dus maar 10 euro per stuk. En normaal zijn deze dingen echt 25 euro. Het zijn namelijk kleurlenzen. En ik heb ze in 2 verschillende kleurtjes. Ik heb White Out en Red Devil. Dus helemaal rood en helemaal witte. Want ik dacht, het is voor heel leuk voor Miel en mij. Als hij dan een rode en een witte heeft en ik een rode en een witte. En als het niet leuk staat, dan doet hij de rode en ik de witte of andersom. Maar die dus in ieder geval, die heb ik voor ons samen gekocht. Ik ga nu eventjes eten. Mijn vader heeft Turkse pizza gehaald. Super lekker. En dan ga ik straks weer even mijn koffer pakken. Of mijn koffer pakken. Mijn tas pakken. En dan ga ik vanavond weer bij Miel slapen gezellig. En dan heb ik morgen stage van 9 tot 6. En dan is het eindelijk weekend. En zaterdagavond heb ik de verjaardag van Keer. Ze gaat daarna uit, maar ik denk niet dat ik mee uitga. Ik heb echt nul zin om uit te gaan. Althans, dat is voor nu. Ik weet niet hoe dat zaterdag is. Ik ga eventjes deze Halloween troep opruimen. En lekker mijn Turkse pizzaatje naar binnen werken. Het is vrijdag vandaag. Ik ben alweer terug van stage. Het is al avond, zoals je misschien aan de belichting wel kunt zien. Het wordt echt zo snel donker de laatste tijd. Het is nu 19:30. Het is gewoon al pikzwart buiten. Maar ik wil jullie eventjes wat pakketjes laten zien. Want ik heb weer wat leuke dingetjes gekregen. Waaronder deze whitening strips. En ik ben hier echt super benieuwd naar. Het zijn dus van die no slip white strips van Dental Whitening Kits. Er zitten dus 40 strips in en het zijn dus 20 behandelingen. En ik denk dat ik dat zo meteen wil gaan proberen. Hier aan de achterkant zie je de stappen die je moet volgen. Je hebt er 2, die doe je op je mond. Laat je 30 minuten zitten en als het goed is zijn dan je tanden al een stukje witter. Dus ik ga dit zo meteen voor jullie proberen. Maar eerst wil ik nog eventjes een pakketje laten zien die ik van The Little Green Bag heb gekregen. Want zij hebben namelijk een nieuwe sieradencollectie. En ik heb er echt super veel dingetjes van mogen ontvangen. Echt onwijs leuk. Kijk dan, dit hebben ze er allemaal in gedaan. Ik ga het eventjes 1 voor 1 aan jullie laten zien. Als allereerste deze ketting hier in met 2 lagen. En dan heb je een goud rondje en een goud kettingje met balletje. Ik ben heel erg blij dat ze goud hebben gedaan. Want ik draag de laatste tijd eigenlijk nooit meer zilver. Dan nog een kettingje. En dit is eentje met een voorzichtig steentje eraan met roze balletje. Dan deze hele leuke oorbellen. Deze vind ik echt geweldig. Morgen heb ik de verjaardag van Keer. Dus ik denk dat ik deze dan in ga doen. Echt heel leuk. Dan deze gouden ring die aan de bovenkant 2 uiteindes heeft. Maar wel gewoon, ja, hoe noem je dat? Ze overlappen elkaar zeg maar een beetje. En dan is het laatste nog dit bijpassende armbandje voor dat kettingje. Ik ben hier echt super, super, super blij mee. Ze hebben morgen dus ook een evenement volgens mij. Maar ja, als jullie deze vlog zien is dat dus al geweest. Dus dat is een beetje jammer. Maar met de Sira ben ik in ieder geval heel erg blij. En dan had ik nog ook een pakketje besteld bij de Zara. Want ik zag namelijk 2 hele leuke jasjes. En voor de mensen die me kennen of misschien wel weten. Ik heb al super veel jasjes. Echt bizar veel. Maar ik hou gewoon van jasjes. Ik vind jasjes echt heel erg leuk. Dus ja, dan moest dat maar weer besteld worden. Ik probeer het eventjes open te maken. Ik ga zo meteen trouwens... Oh, kut. Ik ga zo meteen trouwens eventjes een maskertje in mijn haar doen. En dan eventjes die whitening strips op mijn tanden. En dan mijn kamer opruimen. Want mijn kamer is echt 1 grote bende. Omdat ik natuurlijk nog bezig ben met het verbouwen. Een soort van ervan. Auw. Maar ja. Het schiet nog niet echt. Over precies een week trouwens vier ik mijn Halloween feestje. En ik ga dan samen met Zoe en met Jet een Get Ready With Us opnemen. Echt super leuk. En die wil ik eigenlijk gewoon online zetten op Halloween zelf. Want Halloween is 31 oktober uit mijn hoofd. Of 30 oktober. Volgens mij 31 oktober. En ik vier het al de 25e. Dus dan kan die mooi op oktober of op Halloween online. Dat vind ik wel heel erg leuk. I like it. Oké. Even eens kijken. Als allereerste jas die Rosa ooit in Amsterdam had gepast. Toen we samen daar waren bij de Zara. Maar ik weet niet. Ik had toen niet iets bij mezelf van, oh, die wil ik ook.
En toen afgelopen week zag ik bij een meisje op Instagram die jas voorbij komen. En toen dacht ik wel van, ik wil je echt hebben. Rosa heeft hem toen zelf niet gekocht. Maar ik vind hem echt heel gaaf. Het is zo'n bomberjack en hij is echt best wel dik. De stofjes zijn groen en hier is het een beetje beige. Op camera lijkt het echt goud, maar het is meer bruin beige. En deze was 60 euro en heb ik in een maatje XS. En dan heb ik nog een soort van blouse jasje achtig. Deze zag ik op de site. Ik had hem nog nooit bij iemand gezien verder. Maar ik vond hem echt heel erg gaaf. En deze heb ik ook in een maatje XS en was 50 euro. Kijk nou, hoe gaaf. En dan de achterkant heeft hij het alleen aan de bovenkant. Want die jasje is heel erg bekend, maar dan met de zilveren sliertjes en steentjes eraan. Maar ze hebben nu dus ook een andere uitvoering. En dat vind ik eigenlijk wel leuk, omdat deze niemand heeft. Maar ik mag ze van mezelf niet allebei houden. Dus ik moet eventjes gaan kijken welke me leuker lijkt. Maar dat ga ik van het weekend wel eventjes doen. Voor alle vragen waar mijn trui vandaan komt, die is van de Subdude. En morgen is best wel een leuke dag. Ik heb best wel wat leuke dingetjes op de planning staan. Ik ga eerst overdag foto's maken voor Vlot, zodat de nieuwe collectie binnenkort online kan. Dan gaat Char haar nagels laten doen, dan ga ik met haar mee. En in de avond zo, ik heb echt een spraakgebrek. En in de avond hebben we de verjaardag van Keer, dus dat is echt heel erg leuk. Nu ga ik eventjes een haarmasker in mijn haar doen. Deze, ik vind deze echt super top, super chill. Dan ga ik ook eventjes die whitening strips op mijn tanden plakken. Dan zal ik wel weer verder filmen. Of zal ik dat gewoon nu doen? Ja, dik scheid. Ik ga dat gewoon nu doen. Ik heb het dus echt nog nooit gedaan. Ik heb wel een keertje van dat zwarte poeder uitgeprobeerd. Werkte ook wel, maar volgens mij werkt dit dus echt een stuk beter. Oké, er zitten dus echt, super veel stuks in. Oké, ik ga eventjes het boekje lezen. Beter staat het er ook in Nederland, want ik ben echt moker slecht in Engels of wat dan ook. Oké, je kan het dus voor een normaal effect 30 minuten op laten zitten, maar als je echt een extreem effect wilt, een uur. Ik ga hem lekker een uur laten zitten. Ik ben heel benieuwd wat mijn tanden gaat doen. Ja, weet je, een beetje scheid. We gaan het gewoon lekker doen. Geen idee hoe het werkt. Zou ik ook eerst mijn tanden moeten poetsen? Ik weet het niet. Oké, ik ga het gewoon proberen. Maar ik weet nou niet precies welk kantje. Het enige dat ik weet, dat je het een uur moet laten zitten. Dat groot boven moet en klein onder. Maar weet je, we gaan het gewoon lekker doen. Het plakrandje zal denk ik wel op de tanden moeten. Althans, daar ga ik van uit. Oké, ik heb eerst de onderste. Oké, je voelt het niet echt zitten of zo. Ja, wel een beetje natuurlijk, maar ja, het zal wel. Als ik het fout doe, dan merk ik het vanzelf wel. Ik ga het nu eventjes een uur laten zitten. Ik ga ook eventjes een maskertje in mijn haar doen. Ik ga het ook nog lekker in laten trekken. Ik merk wel echt dat ik heel gek ga praten hiermee, maar oké. Ja. Ik zie jullie straks weer. Ook echt een beetje oranje. Okay. Het is zaterdag vandaag. Ik ga vandaag met Char foto's maken voor de nieuwe collectie van Vlot. Het zou eigenlijk vandaag heel dag gaan regenen. Maar er staat nu dat het heel dag droog blijft. En de zon schijnt zelfs een beetje. Dus we hebben echt vet veel geluk. Ik heb net eventjes mijn make-up gedaan. Ik ben een heel klein beetje oranje volgens mij. Maar dat maakt niet uit, want het is toch voor de foto's. En vanavond hebben we de verjaardag van Keer. Dus dat is echt super gezellig. Misschien dat Char en ik samen wat gaan eten. We hebben het er nog niet over gehad. Maar ik ga zo meteen vragen of ze het gezellig vindt om vanavond hier bij mij thuis nachos te eten. Want er is toch niemand thuis. Kunnen we lekker samen eten. En Char moet vanmiddag ook haar nagels laten doen. Dus dan ga ik gezellig met haar mee. En we gaan ook eventjes foto's maken voor onze eigen Insta. Dus ik heb mijn haar even gesteld. Aangekleed. En er is net echt een super, super leuk pakketje binnengekomen. Ongeveer een week geleden kreeg ik een mailtje voor een samenwerking met het merk Nikki. Van Nikki Plessen. En dat vond ik echt zo. Ik weet niet, sommige merken je een berichtje sturen. Dan denk je echt van, hoe dan, weet je? Dat had ik heel erg met Color for Rebel. Maar dat heb ik nu ook heel erg met Nikki. Van, ze sturen me gewoon een mailtje of ik wil samenwerken. Hierachter ligt de doos. Dus ik dacht, misschien is het wel heel erg leuk om samen met jullie hem open te maken. Want ik heb het ook nog niet gezien wat er allemaal in zit. Ik zie hier als eerst twee kledingstukken. Oeh. Als allereerst dit rokje. En die vind ik echt super, super leuk. Die heb ik heel veel op Insta ook voorbij zien komen met mensen. En ik wist eigenlijk niet dat die van Nikki was. Totdat ik dus op een site ging kijken, want ik mocht mijn favoriete items doorgeven. En toen zag ik deze opeens bij hun op de site staan. Toen dacht ik, oh, maar deze. En ik heb hem gekozen in een maatje 36. En ik hoop echt heel erg dat die past. Want normaal heb ik van rokjes altijd een 34. Maar er stond op de site, kies een maatje groter.
Dus ik hoop dat dat echt waar is. Dat ik echt een maatje groter moest kiezen. Maar in ieder geval die. Ik zal linkjes ook ervan in de beschrijving zetten. En omdat ze voor die rok hebben gekozen, denk ik ook dat ze dit... Ja. Ik dacht al, van als ze die rok opsturen, sturen ze ook sowieso de trui erbij. Dit is namelijk een trui die iedereen er eigenlijk bij combineert. Het is gewoon een hele simpele zwarte trui. Met aan de mouwen van die knoopjes met het logootje van Nicky erop. Hij heeft ook een heel klein kolletje. Vind ik echt super leuk. Leuk met een paar gouden sieraadjes of zo. Of zilveren sieraadjes. Dus die. En hier zou ik ook weer het linkje van in de beschrijving zitten. En ik heb vanavond natuurlijk verjaardag van Keir. En Keir die komt letterlijk net 5 minuten geleden met het idee van de dresscode is jurkjes. Maar ik heb geen jurkjes. Dus ik denk dat ik gewoon dit rokje met deze trui aan doe. Dat is ook weer heel leuk. Heb ik een paar schoenen. Ik had dus 1 paar schoenen doorgestuurd. Dus ik weet al welke deze zijn. En die vind ik echt zo ziek. Ik weet niet. Ik denk... Het is echt van, of je vindt ze leuk of je vindt ze niet leuk. Maar ik vond ze echt zo gaaf. Ik hoop echt heel erg dat ze passen. Kijken. Oh my god. Ik heb ze in een maatje 36. Dat is gewoon mijn eigen maat. Stond gewoon dat ze normaal vielen. Kijk even hoe gaaf deze zijn. Ze voelen ook echt super zwaar aan. En er staat dus Nicky op met allemaal verschillende kleuren. Blauw. En ik denk dat ik hier gewoon gelijk zo meteen met Char een fotootje mee ga maken. En dan doe ik denk ik deze schoenen aan. En dan mijn lichtblauwe mom jeans van de Zara. En die trui van Nicky. En dan mijn Zara van Turtles. Die is donkerblauw. Want al die kleurtjes komen hierin voor. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik ga hem nu even snel omkleden en opschieten. En nog even een outfitje pakken waar ik een foto mee wil maken met Char. En dan, hoe laat is het nu? Even kijken hoor. Ik ga trouwens over 1,5 week ga ik mijn haar verven. En dan wil ik het echt extreem blond. Ik zal even een plaatje in beeld zetten van hoe ik het wil. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. Maar goed, ik ga eventjes stoppen met dit brabbelverhaal. Oké, dit is het rokje en hij past echt perfect. Ik kan zelfs nog een beetje eten erbij, dus dat is echt top. Ik vind het rokje echt heel erg leuk. En dit is de trui, die vind ik ook leuk. Alleen op het rokje maakt hij me wel een beetje dikker of zo. Ik weet niet, maar het is een maatje 34. Ik vind het best wel groot vallen. Ik denk dat mijn moeder hem ook wel past. Die vind ik ook wel echt heel erg leuk. Oh, dit vind ik echt heel leuk. Ik denk dat ik dit rokje vanaf het aandoen, maar dan met een zwart kolletje of zoiets. Ik weet niet. I love it. En ik vind het gewoon echt best wel bizar nog steeds dat dit gewoon allemaal kan door YouTube of zo. Ik weet niet. Gewoon tegenwoordig is YouTube zo'n groot reclame iets voor bedrijven en voor merken. Dat mensen gewoon denken van, je krijgt gewoon mailtjes met letterlijk van, wil je gratis kleding uitzoeken? Het is toch gewoon bizar dat je gewoon met dit... Kijk, het begon gewoon... Ja, het is nog steeds voor mij een hobby. Ik vind het gewoon super leuk om te doen. En ik had gewoon echt nooit verwacht, want ik doe het nu 2 jaar. Ik had gewoon nooit verwacht dat 2 jaar later zoveel bereik zou hebben. Of zo. Tuurlijk, ik ben nog heel klein vergeleken met 20.000 andere YouTubers. Maar ik vind 24.000 mensen gewoon echt fucking veel. Ja, sorry. Misschien staat op YouTube is dat klaar. Maar in mijn hoofd zijn 24.000 mensen gewoon echt veel. En als je dan... Ja, gewoon... Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon heel bizar dat dat gewoon kan. En dat het zo gaat tegenwoordig. Maar ik ben er wel echt super blij mee. En super dankbaar voor al die merken. En ja, gewoon voor alle samenwerking die ik mag doen. En natuurlijk, de een pakt beter uit dan de ander. En de een vind je leuker dan de ander. Maar daar leer je ook weer van. Van, oké, dat soort dingen doe ik dus niet meer. En dat soort dingen vind ik juist wel leuk om te doen. En ja, ik ben hier gewoon echt heel blij mee. Oké, ik heb mijn helemaal klaargemaakt. Ik moet beneden alleen nog eventjes mijn zonnebril pakken. Want echt jongens... Als een foto niet lukt, je hoofd wilt niet werken, zet de zonnebril op en het werkt. Dat doen Char en ik ook altijd als we foto's gaan maken voor vlot. Want je moet dan natuurlijk best wel veel foto's maken. En op een gegeven moment ben je er gewoon klaar mee. Dus zet gewoon lekker die zonnebril op en de foto is eigenlijk altijd wel prima. Ik heb ook even zelf een outfitje aangedaan waar ik eventjes een foto mee wil maken. Want ik heb de laatste tijd echt geen foto's meer. Ik ga woensdag volgens mij ook wat foto's maken met Rosa. Want dan gaan we afspreken, gaan we filmen ook en zo. En dan ging ik volgens mij ook even een fotootje maken. Dus dat was heel chill. Maar ik wilde vandaag ook even een foto maken. En Char wilde ook nog een foto. Ik heb even een outfitje aangedaan. Met mijn nieuwe trui en mijn nieuwe schoenen. Maar ik zal het eventjes laten zien. Ik heb een nieuwe trui aan van Nicky, zoals ik al zei. Met mijn Zara mom jeans en mijn nieuwe sneakers van Nicky. Waar ik echt ongelooflijk blij mee ben. En ze zitten zo bizar lekker. En dan heb ik ook mijn donkerblauwe Zara van Turtles erbij. Want ik vond het ook wel leuk. Want dit is zilver en dit is ook zilver. En het was allemaal een beetje blauw met zwart. Dus dat leek me wel heel erg leuk voor op de foto. En dan gaan we lekker shooten voor vlot. Als het goed is, komt dus de collectie volgende week online. Of althans, dat proberen we. We proberen vandaag alle foto's te maken en alle prijzen te bepalen. En dan kan het online. Heel misschien vanavond wel al. Even kijken hoe lang we de tijd hebben. Ik had net gevraagd of Char komt eten en ze komt hier gezellig eten. Dus heel misschien dat we tijdens het eten kunnen doen. Maar even kijken of
daar de tijd voor hebben. Maar ik ga nu lekker foto's maken. En gelukkig schijnt het zonnetje. Daar ben ik echt intens blij mee. En ik vind mijn outfit echt leuk. Lekker een beetje baggy of zo. Lekker jongensachtig. Later. Hallo. Sharp heeft haar nagels laten doen. Laat maar even zien. Ja. En we rijden nu naar de Lier toe. En dan gaan we daar een fotootje maken. Eerst voor onszelf. En dan voor Vlot. En kijk, we zitten in de bus. Zodat we het lekker kunnen omkleden in de bus zo meteen. Mag ik hier zitten? Ik weet, Fleur, ik weet niet waar ik heen moet. Oh, nou gewoon rechtdoor. Ja, maar bij jou is het is niet eindeloos rechtdoor het lezen. Nee, 1,1 kilometer rechtdoor. En dan, ik wil ook even ergens een broodje even halen of zo. En we gaan vanavond samen nachos maken en eten. Ja, nachos. En het verjaardag van Keer. Goed wel, lekker kort. Dag. Later. Sorry, ik heb het niet gebeld, maar alles staat erop. Yay. En we gaan nu lekker boodschappen doen. Kijk trouwens jongens, dit is onze omkleedhok. Hierachter kleden wij ons dus om als we foto's gaan maken. Maar we gaan nu eventjes lekker boodschapjes doen. Want we gaan nachos vreten, hè? Zo veel. Yo! Ik heb echt heel trek. Honger hebben we niet in Nederland. Kijk. Jij niet, wil je zeggen. Hoe ga ik die doen? Wat doen? Oh, keren. Ja, niet denk ik. Oh, komt een waggie aan. Komt een auto aan. Komt er een doodje. Ik ben trots dat ik hier rijd. Ik moet gewoon even meedelen. Fleur heeft al een half jaar rijbewijs en al 3 maanden niet gereden. Klopt dat? Nee hoor. Ik heb gisteren nog gereden. Oh, gaat Milan vindt mijn schoenen gaaf. Ja, hij is shot. Echt leuk. Dan zegt hij gewoon op zijn eigen best wil. Niet? Nee. Als je ziet dood als hij zegt dat mijn schoenen lelijk zien, hè? Kijk nou. Kijk, ik heb ze trouwens aan. Ik heb die van Rotje, maar dan met Nicky erop. Die ik heel graag wil, maar toen zijn niet haar. Nee, maar hij is wel. Ja, maar die schoenen, die waren toen 2 jaar geleden waren ze in. En dan wil jij ze 2 jaar later kopen. Ga hier keren. Keren met je kont. Keren. Er zijn nog allemaal paaltjes. Nee, hier niet, toch? Sir. Kijk eens verder. Oh. Als ik dat had gedaan, hè? Oh. Ik ga daar niet keren. Ja, lach me. Oeps. Ah. Bende van de bende. Ja, had het dan eerder bedacht. Ik heb honger. Had het eerder bedacht? Ik heb honger dan krijgen van dit soort buien. Fleur, ga je nou op. Ik doe het toch goed? Jongen, weet je hoe lastig? Ga jij er maar even doen hoor. Nee. Wat is dit? Shakelijk. Shakelijk of op tv? Kijk even. Kaas met nachos. We hebben eerst een laag nachos, dan kaas, nachos, kaas. Een beetje nachos en echt. Huh? We hebben 2. Wat heb je ingesteld? Je hebt maar 3 foto's op een rij. Ja, hoeveel heb jij er dan? 4. Nee, jij hebt er toch ook 3? Is zo? Ja. Nee, ik heb er 4. Echt? Ja. Oh, ik heb er 3. Dat is gek. Ik ken niemand die er 4 heeft op een rij. Maar ja. Ik heb er 4, hè, net. Maar kijk, oké, we hebben dus nachos met cheddar. Wat? Oh, ik heb die. Ik weet niet hoe het komt. Ik heb die update nog niet gedaan. Oh, dan hebben we hier gehakt voor strakjes. We hebben salsa dip. En ik wilde de hot salsa dip. En dan hebben we ook nog. Kijk waar het staat. Guacamole. Die is heel lekker van de Albert Heijn. Maar we moeten eventjes wachten tot de oven is voorverwarmd. Want daar was ik een beetje te laat mee. Oh my god. Kijk. Hoe lekker. Char, kom aan tafel. Oh ja. Het is zondag vandaag en ik zie er echt niet uit. Maar ik moet zo meteen werken van 11:30 tot 14:45. Dus ik dacht, ja, ik ga geen make-up op doen. Of iets boeiend met mijn hoofd doen. Want anders, als ik in het zwembad lig, zit mijn mascara toch op mijn wangen. Ik ga even snel mijn tanden poetsen en dan ga ik er vandoor. Daarna ga ik bij mijn moeder slapen. Dus ik denk dat ik jullie dan wel weer zie. Gisteren was heel erg gezellig op de verjaardag van Keer. Ik was uiteindelijk niet mee uitgegaan. Want ik wist gewoon, als ik mee uitging, dan zou ik mezelf vandaag echt haten. Want ik was zo heel erg moe. Dus ik kan ook nog eens mee uit zou gaan.
zou ik vandaag helemaal dood zijn. Als je in het water staat bij werk en je bent zeg maar moe, dan heb je het heel de dag koud. En dat is dus zo vervelend. Dus ik dacht, weet je, ik ga gewoon lekker naar huis. Ik had dag maar wel eventjes in de stad afgezet, want die ging wel uit. Ik ga even mijn tanden poetsen en dan lekker werken. Oh, wat erg. Mijn hoofd ziet er echt niet uit. Maar ik ben vergeten de weekvlog af te sluiten. Dus dat doe ik bij deze eventjes. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. En ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. In de volgende weekvlog ga ik mijn Halloween feestje vieren. Ga ik afspreken met Demi, met Rosa. En ik heb er echt super veel zin in allemaal. Dus ben je nou benieuwd? Kijk dan zeker ook volgende weekvlog weer lekker mee. En dan hoop ik jullie dan weer te zien.